Hein van Heek, een saaie eerste helft en een spectaculaire tweede, maar geen drie punten. Nou, spectaculair qua scorebordjournalistiek, zal ik maar zeggen. Want het was niet echt het niveau wat wij kunnen halen, wat we op trainingen zien en wat we vorige week gezien hebben. De eerste wedstrijd was een soort schaakspelletje, waarbij beide partijen waarschijnlijk blij waren met een remise. En ik denk dat wij ietsje beter waren en wat grotere kansen hadden. Maar niet echt heel veel kansen. En het is jammer dat je... En dat verwijt ik ze wel. Dat heb ik ze net ook in de kleedkamer gezegd. Dat we 1-0 voorkomen. En dat we dan nog met zoveel risico blijven opbouwen. Terwijl je eigenlijk niet heel heerlijk in de wedstrijd zit. Want we verliezen die bal bij de 1-0 heel knullig. We kunnen hem al vier keer wegschieten. Naar voren. En dan sta je met 11 man achter de bal. En nu maken we een verkeerde keuze. Ja. Uiteindelijk wel twee doelpunten, dan kom je nog terug van 2-1 achter. En dan zit 3-2 ook nog dichtbij. Ja, nou ja, goed. Je weet dat we bleven risico nemen. We maakten wel 2-2, maar we speelden 4-2-4. Waarbij je natuurlijk op middenveld eigenlijk één tekort komt. Maar ik denk dat we genoeg druk al in balbezit. En dat ze achterin nu de zaakjes wel redelijk in orde hadden. Ja, dan weet je dat hij een keer kan vallen. En nou, hij viel goed voor Wessel. En je keeper kwam goed uit, dus helaas. Ja. Dus 2-2, thuis nog niet gewonnen. Elke keer ook doelpunten tegen. Baart je dat zorgen? Nou ja, in zoverre dat, wat ik net al zei, de eerste doelpunt is gewoon... daar ligt de kracht van Alphense Boys, dat ze blijven voetballen in wat voor situatie dan ook. Maar ja, dat is ook de grootste vijand van Alphense Boys. Als je 1-0 voor staat en je niet echt lekker in de wedstrijd zit, dan moet er één opstaan. En die moet gewoon die bal naar voren. Maar dan sta je met z'n 11 achter de bal. En ik vind die tweede, ja, dat is een counter. Het staat 1-1. Wij willen proberen die 2-1 te maken. Sta je met veel mensen voor de bal. Dan nog is er niks aan de hand, want je staat, volgens mij was het 3-3 in de counter. In de 16 is dat waarschijnlijk toch moeilijk verdedigen. Bas die werd uitgespeeld door die jonge mooie kapbeweging en die rebound valt al net weer goed. Ik vind wel dat ze veerkracht hebben getoond, dat ze de 2-2 nog maken met nog 10, 15 minuten spelen. En dan moet hij net even goed vallen en dat viel hij niet. Ja, want je had kansen op 3-2 hè? Een van die momenten werd er iets te lang doorgebreid, om het maar even zo te zeggen, in plaats van geschoten. Want dat is natuurlijk wel een oude wijsheid, je moet schieten om te kunnen scoren. Ja, als je niet schiet kan je niet scoren. Ja, Cruijff die zei dat altijd inderdaad. Nee, dat klopt. En een paar keer hebben we ook geschoten. Maar dat was niet echt op het doel. Alleen de grootste kans was van Wessel en van Stanley een paar kleine kansjes. Hè. Je hebt gezegd dat je na 4-5 wedstrijden kan zeggen waar Alphense Boys staat. We zijn nu 3 wedstrijden onderweg, al een beetje beeld? Nee, na 4-5 wedstrijden hebben we beeld. Nou, het beeld is in ieder geval dat, dat het heel zonde is dat je hier 5 punten... Ik zie het echt zo, we hebben 5 punten verspeeld, klaar. En natuurlijk komen die gasten 2-1 voor met nog een kwartier 20 minuten spelen. Maar in principe, als iedereen die wedstrijd heeft gezien, hebben wij de meeste balbezit gehad. Hebben wij de meeste kans gecreëerd en kwamen zij hier alleen maar voor een punt. En... Natuurlijk is het heel zonde als je mee wilt doen met het linker rijtje. Dan moet je niet 5 punten in het begin al verspelen. Dus die zijn we al kwijt en we hebben een aardige inhaalrace te gaan. Ja. Maar als je ziet de manier waarop de 5 punten wordt verspeeld, dan wel erg zorgelijk is het nog niet. Je kunt wel mee in deze klas. Jawel, maar wij komen niet in deze klas om mee te kunnen. Wij komen in deze klas om boven mee te draaien. Dat hebben we met z'n allen uitgesproken. En natuurlijk kunnen we 4-5 wedstrijden wachten, maar het feit dat we nu al 5 punten verspelen thuis, dat baart mij wel zorgen. Zijn ze dan bang om te spelen? Of ik weet niet precies. Het niveau in ieder geval van vorige week hebben ze niet gehaald en van de trainingen ook niet. Dus we gaan knetterhard trainen en op naar Groene Ster. Ik wil zeggen, volgende week een end rijden naar Limburg, naar Groene Ster. Geen makkelijke tegenstander. Nee, dat is een goede tegenstander die goed meedraait. Ik weet niet wat ze vandaag gedaan hebben, maar in ieder geval is dat een goede ploeg die met wat versterking uit betaald voetbal hebben. Maar wij zijn ook een hele goede ploeg. Maar misschien net zoals Leonidas, een ploeg die wil voetballen, waardoor je ook meer ruimte krijgt. Ja, nee, dat klopt. En we kunnen in de statistieken kijken. We hebben uit dit seizoen nog niet verloren. Dus, voor Groene Ster waarschijnlijk ook nog nooit. Toevallig met Rijnvogels, toen ik daar nog trainer was, voor de beker gewonnen van Groene Ster. Alleen toen was het wel een iets minder elftal. Okay.